Zou ik toch? Anouk de Bruin? Hoezo kun jij mijn achternaam? Ze gaat toch niet letterlijk de fucking baby zitten lopen te bedreigen? Wat is dat mensen en welkom terug bij een nieuwe video. Vandaag weer een nieuwe aflevering van H3L. In de vorige aflevering werd Roxanne verdacht door haar begeleider van het steken van een medeleerling. En uiteindelijk besloot ze dus de waarheid tegen Joey te vertellen. Want ja, ze had gewoon iemand gestoken, soort van. Alleen viel dat dus niet heel goed bij Joey. En ja, daar waren we gebleven. Maar mocht je zelf alvast verder willen kijken, alle afleveringen staan al op Videoland. Maar goed, wij gaan vandaag gewoon weer deze aflevering checken. Dus origin en let's go! We gaan het er toch even over moeten hebben, Rox. Het zijn gewoon regels die je moet volgen. Je kan niet zomaar 2 dagen weggaan en niks laten weten. Die dingen moet je melden. Rox, heb je me begrepen? Ja, ha! Jezus, man. Doe niet alsof je mijn vader bent. Oké, de aflevering begint gelijk weer lekker positief. Rox lijkt oprecht gewoon zo'n puberende tiener. Alleen dan een puberende tiener die haar vader probeerde te vermoorden en vervolgens iemand neerstak met glas. Juist. Ik kan niet wachten tot ik mijn eigen plek heb met mijn regels. Ja, dat zal vast heel goed gaan met jouw regels. Besef hè, niemand in het huis wilde haar daar eigenlijk al. Zij wilde er per se bij. Nu zit ze in het huis. Zit ze alleen maar te klagen dat ze in het huis zit. Volgens mij weet ze zelf dus niet eens wat ze wil. Als je echt denkt dat je dan gewoon alles kan doen, dan kunnen ze je misschien maar beter weer opsluiten. Kan jij misschien even je fucking bek houden? Ja, hallo. Kijk, Benjamin weet natuurlijk nog niet dat Roxanne degene is die hem heeft gestoken. Ik denk dat hij anders namelijk niet deze shit zou durven te zeggen. Hier, neem jij maar. Ja, hou eens op. Met zijn manke been. Ik kan komende nacht beter gewoon hier slapen. Want weet je, als je alleen maar weg bent, dan moet Jesser dat gaan melden. Bij maatschappelijk werk. Ja, en als je dan zo vaak weg bent, ja, en dat hebben ze door, dan krijg je echt problemen. Ik word er gewoon zo moe van. Niet van jou, maar gewoon alles hier. Dat huis en die begeleiding. Ik denk dat als ik in een huis zou moeten wonen met Rox, die alleen maar loopt te klagen, ik ook gek zou worden, man. Het verpest je humeur, zeg maar, direct. Luister, ik wil dat jullie gedragen van de klas. En als het anders is en ik hoor klachten... Daar hebben we de gesprekken. Ja, en dan hoe meer gesprekken we hebben, hoe meer tijd we met elkaar moeten doorbrengen. Oké, daar ben ik nu ook klaar mee, Zakka. Gedraag je. Wegwezen nu. Yes. Nou, gaan we weer aardig doen tegen elkaar? Yes, dit is mijn manier van aardig doen tegen jou. Als ik jou was, zou ik maar gewoon een beetje normaal doen. Want zo leuk vindt ze jou niet, hoor. Yes, als ik jou was, zou ik maar heel snel gaan weten wat je plek is. Want anders ga ik je leren wat jongens, je plek is. Jongens, kappen. Ik heb geen zin meer in. Kom. Jij gaat het eind van het schooljaar niet eens halen. Jij moet echt je fucking muil houden. Jij moet je bek houden als slokneus, hè? Lelijk. Slokneus, wat? Zij slokneus? Hij moet je bek houden als slokneus. Jij moet je bek houden als slokneus. Slokneus? Hij zegt echt slokneus, toch? Misschien bedoelt hij snotneus, wat me logisch lijkt. Als slokneus. Ik wil wel vrij zeker dat hij snotneus bedoelde. Dat is ook zo pijnlijk, hè? Wanneer iemand probeert te roosten, je probeert hard te doen, dit en dat, verspreek je je. Gaat het goed? Ja, tuurlijk. Fiets je naar Schotheim mee of ga je naar Schotheim te vechten? Niet Jenny naar je les. Nou, het moet zoveel. Ik moet toetsen maken, ik heb corvée. Ze heeft eindelijk weer een vriendin. Maar voor hoe lang? Want ik denk niet meer dat ze vrienden zullen blijven als ze erachter komen dat Roxanne degene was die die andere guy bijna heeft vermoord. Wat wilde jij vragen? Hoe goed kan jij zakken eigenlijk? Hoezo? Gewoon. Ik vroeg me gewoon af hoe goed jij hem eigenlijk kent. Oh shit! Iemand heeft een oogje op zakken! Omdat ze op hem geld. Ja, Ibek. Serieus? Vind je zakken leuk? Dat gezicht van Roxanne ook echt. Ze lijkt echt zo'n kleine rat. Ja, nou is ik zelfverzekerd en zo. En met een vriendin en zo. Oh. Ja, hij is met Quinty. Dat wist ik niet. Maar met Quinty, ja. Hun passen niet eens bij elkaar. Weet je, ik denk dat Zakka liever iemand zoals ik heeft. En ik denk dat je beter bij Zakka uit de buurt kan blijven. Als ik iets van mijn ouders heb geleerd, alle relaties kunnen kapot. Net als borden, glazen, ramen, elke keer als ze ruzie kregen. Wauw. Zijn er echt chicks die zo zijn? Ik vraag me dan af, hè. Waarom zou je iemand willen die al in een relatie zit? Want stel je voor, het lukt, hè. Het lukt, wauw. Je hebt diegene gefixt terwijl hij in een relatie zat. Ben je juist niet bang van, oh, dat kan ook gebeuren terwijl hij met mij in een relatie zit? Volgens mij zijn sommige chicks wel echt zo sluw, hoor. Sorry, maar volgens mij stond ik bijna in de fik. En dat kwam vooral door Zakka. Ja. Nou, dat gelukt niet. Want jij was erbij? Nee, toch? Ik zat in dat fucking autootje, ja?
Damn. Zeg ik echt zo, bam, 1, 2, 3, switchen. Gewoon gelijk begint ze te flippen, begint ze te schreeuwen. Wat zal Zaka blij zijn dat je nog leeft, zeg. Waar de fuck slaat dat op? Uit eigen ervaring weet ik dat je moet oppassen als je jou dwars zit, toch? Nee. Misschien moet jij wat minder blowen. Tast je hersenen aan. Ik heb niks te maken met wat er met jou is gebeurd. Ik heb geen honger meer. Hij verdenkt wel de juiste psycho chick. Drie seconden regel. Godverdamme. Bruh. En je wat hier ook fucking lekker op is? Wat? Knoflooksaus. Benjamin is een interessant personage. Lukt het? Ja, ik ben met Engels presentatie bezig, oké? En lukt het? Nee, het is gewoon net of ik weer alles voor God is. Ik wil je wel helpen. Dan gaan we naar jou thuis, oké? Is er iets? Je pleegt een fucking aanslag op die Benjamin, ja? Dat doe je niet. En vooral als wij iets hebben, snap je? Het was toch een grapje, dat heb ik al gezegd. Ja, een leuk grapje. Kijk, als je grapjes wilt uithalen, hè, weet je van, dan doe je tandpasta in een Oreo of wat dan ook. Je steekt geen glas in iemands zadel. Dat is geen grap meer. Dat is zeker geen grap. In ieder geval bedankt dat je me wil helpen, maar het kan gewoon niet bij me thuis. Echt niet. Het is met je ouders, hè? Ja, hè, tuurlijk, met mijn ouders. Dat is altijd zo. Maar hoezo? Ze weten toch dat ik niks te maken heb met dat ongeluk? Nee. Nee, maar die we hebben een drogenist thuis. Of drogist, hoe noem je dat? Drogenist, drogist. Nee, we hebben het huishoudster. Huishoudster hebben we thuis. Wauw! Wauw! Ik dacht hij sprak drogist gewoon verkeerd uit. Maar hij bedoelde gewoon letterlijk een huishoudster. Wauw! Zersen is daar echt verpest. Zersen is daar echt zwaar verpest. En die heeft dus tegen mijn pa verteld dat jij bij me langskwam. En dat vond hij gewoon echt niet chill. Bovendien heeft hij gezegd, als het nog een keer gebeurt, dan mag ik naar mijn oma toe, ja? En dat wil je ook niet. Kan je niet gewoon tegen die huishoudster zeggen dat ze haar mond houdt? Geef haar geld of zo? Oh. Besef, dit is überhaupt allemaal Roxanne haar schuld. Want Roxanne wou zo graag per ongeluk exposed worden. En nu is het weer een probleem wat Joey moet oplossen, terwijl het helemaal geen probleem had hoeven te zijn. Oh, Roxanne. Overal waar zij komt, gewoon problemen, hè? Word je toch wel echt moe van? Je bent serieus? Ja, het is een huishoudster. Hoeveel verdient ze? Niet veel, denk ik. Die schoonmaakster krijgt, wat is het? 2 miljoen per maand? Oké, ja, dus je denk gaat je, niet als je met haar praten. Oh, nee, sorry. Uh-oh. Dit is bij Joey thuis? Oh mijn god, wat dan? Ik kan echt niet tegen dat geluid, hè? Oh, nee. Oh, meen je niet. Oh mijn god. Je hebt een kras op je auto. Ja, dat heb ik gezien, ja. Heb jij misschien gezien wie dit gedaan heeft? Nee. Er gebeuren hier nogal rare dingen. Het is niet echt een veilige buurt. Ik heb verhalen gehoord. Ik wil trouwens even met je praten, Anouk. Zo heet je toch? Anouk? Anouk de Bruin? Hoezo ken jij mijn achternaam? Zij is zo eng. Ze gaat toch niet letterlijk door fucking... babysitter lopen te bedreigen. Babysitter. Huishoudster. Nou, nu zie je het, hè. In mijn hoofd is Joey gewoon een baby. En er zit gewoon een oppas. Van Joey. En Joey heeft ook verteld dat jij aan zijn ouders hebt verteld dat ik hier vaak kom. En dat vonden ze niet zo leuk. Ik doe gewoon wat Joey's ouders me gevraagd hebben. Ze willen gewoon weten hoe het gaat. Dat is alles. Ik denk dat de sociale dienst ook heel graag wil weten dat jij hier schoonmaakt. Of geef je daar netjes op? Je hebt een uitkering, toch? Ben jij wel helemaal goed? Als je bent opgesloten in een gesloten inrichting, dan krijg je een stempel. Elke keer als je dan iets doet dat een beetje raar is, een beetje anders, dan zie je ze allemaal denken. Oh ja, die is gek. Je bent gek! Nee, nee, je bent gestoord! Zeg maar, je ziet niemand. Niemand dit soort shit doen. Dan is het vrij logisch dat mensen denken dat je gestoord bent als je dit soort shit doet. En dan heb je ook nog eens de achtergrond dat je uit de psychiatrische inrichting komt. Ja, kijk, 1 plus 1 is 2. Ik vind het heel fijn hier en Joey vindt het ook heel fijn als ik hier ben. Wow. Ik heb daar ook geen bezwaar tegen, maar het is niet mijn huis, dus ik kan er niet zoveel aan doen. Er is wel één ding dat je kan doen. Of één ding dat je beter niet kan doen. De volgende keer als Joey's ouders vragen of ik hier kom, zeg je dat ik niet meer kom. Dat zou ik heel fijn vinden. Wow. Oké, duidelijk. Ja, inmiddels kennen we het gezegd wel. Don't fuck with Rox. Laat Rox gewoon met rust. En nu gebruikt ze zelfs haar psychiatrische achtergrond om mensen te bedreigen. Waar zal dit heen gaan? Maar ja, dames en heren, dat was wel eigenlijk weer voor deze video. Like de video als je het leuk vond. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En yo, dan zou ik zeggen later. Yo.